Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tips en Trucs. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze Remea Calenta 40C, hoe je die in kan regelen. Deze woning is uit 1973. Op de begane grond hebben we 75 vierkante meter vloerverwarming. Op de eerste verdieping hebben we ook 75 vierkante meter vloerverwarming. Het zijn allebei mengverdelers. Alles wordt geregeld via de thermostaat in de woonkamer. Dus het is uiteindelijk de bedoeling dat we dus een paar zones gaan creëren. Dus de woonkamer wordt apart aangestuurd. De eerste verdieping wordt straks apart aangestuurd en de radiatoren op zolder. Maar omdat deze ketel dus een onderwaarde heeft van 7,9 kW, moet je dus wel rekening houden dat je niet maar één of twee radiatoren kan aansturen, want dan gaat de ketel pendelen. En dan gaat hij dus aan, uit en dan slijt je ketel dus extra snel en dan gaat je gasverbruik omhoog. Ik laat jullie via het menu zien hoe je de parameters kan instellen. Ik heb mijn laptop eraan hangen, dus ik kan dat gewoon via de laptop doen. Maar in principe kan je het gewoon zelf via het menu kan je dat instellen. Wat je dus doet, het boekje, die twee knopjes, die druk je allebei tegelijkertijd in. Dan zie je hem dus knipperen bij de info. Dan ga je met de plus naar service menu. Enter. Dan ga je met de plus naar 12. Enter. Dan kom je dus automatisch bij P1 terecht. Dat is dus de maximale aanvoertemperatuur, CV. Enter. Die staat dus op 60. We hebben bovenop zolder twee radiatoren. Maar ik wil dat ze iets meer warmte afstralen. Dus die zet ik op 75 graden. Dan gaan we naar P2. Dat is uitstroomtemperatuur warm water. Nou, die staat goed. Die staat op 60 graden. Daarna gaan we naar P4. Dus de mensen hebben hier een closed-in boiler in de keuken. Dus deze kan naar de eco-stand. Daarna gaan we naar P7. Dat is de pomp nadraaitijd. Die zet ik op 3 minuten. Dan gaan we naar P19. P19 mag je dus niet aanzetten. Dit is het minimaal toerental van de ketel. Niet aanzetten. Dus deze staat op 1700 toeren per minuut. Dat is dus die 7,9 kW. Ga je terug. Ga je naar P17. Die staat dus op 4200 toeren. Dat is ongeveer 30, 35 kW. Dus deze ga je naar beneden zetten. Maar dus nooit lager als het minimaal toerental. Dus je kan deze op 10 zetten. Vraag me niet waarom dat kan bij Remea, maar dat is softwarematig. Maar dus niet lager zetten als het minimaal toerental. Dus ik zet hem nu op 1800 toeren. Enter. Dus die staat nog steeds op 17. En die staat nu op 18. Dus de ketel moduleert dus tussen de 1700 toeren en 1800 toeren. Heb je dus koude klachten, dan ga je dus die 1800 toeren in stapjes iets verhogen naar 2000 toeren of 2200 toeren. Dan gaan we dus naar P28. Minimaal pomptoerental. Hij staat nu op 2. Hij kan dus ook niet lager als 2. Stel je hebt nu de dunne leidingen hè, met de radiatoren die dus niet warm worden. Dan moet je dus de minimale pompsnelheid op 3 of 4 zetten. Zodat hij dus dat water door die te dunne leidingen heen kan pompen. Maar hier zijn ze goed, dus hier houden we hem op 2. En de maximale pompsnelheid, die staat dus op 6. Die ga ik wel verlagen naar 3. Dus dat is ongeveer 30%. Dus daardoor komt er dus kouder water terug bij de ketel en dan gaat het rendement omhoog. Nou, die staat erin. Dan gaan we terug. Je ziet hier nu warm water en CV uitgeschakeld. Maar als de ketel draait, dan hoor je me heel slecht. Dus die heb ik even uitgezet. Dus die ga ik nu weer aanzetten. En ik doe dit gewoon normaal gesproken via de laptop. En even kijken. Dan gaat hij naar 2, verzenden,
ketel draait dus. De ketel draait nu op 1775 toeren. De pomp op 29%. Met een aanvoertemperatuur van 44 en een retour van 34. En hij wil dus nu 60 graden water maken. Maximaal. Dat is setpoint. Dus hoe hoger je de thermostaat zet, hoe hoger dat setpoint wordt. Kijk, springt hij naar 75. Dan zie je straks ook dit lijntje om weer omhoog gaan. Nou, je hoort de ketel iets harder draaien. Pompsnelheid maximaal, die staat nog steeds op 30%. Maar ik heb het vermogen op maximaal 2000 toeren gezet. Dus dan moduleert hij tussen de 1700 en de 2000 toeren en de pomp tussen de 20 en de 30%. En de retourtemperatuur is nog steeds 30 graden. Setpoint staat nu op 75 en de aanvoertemperatuur is nu 46. Ah, dit gaat goed. Dus nu hebben we 17 graden verschil tussen de aanvoer en retour. En met die 47 graden voel je dus je radiatoren lekker warm worden. En elke keer als het water door het systeem heen rond wordt gepompt, gaat dus de retourtemperatuur omhoog. En dan gaat automatisch de aanvoertemperatuur omhoog. Tot dus 75 graden aanvoertemperatuur. Maar daar is hij dus een dag mee bezig. Nou, ook deze cv-ketel hebben we erin gesteld. Even een duim omhoog. En dan zie je mij de volgende keer.